Ik vond de super superheftige scène. Ja, dat snap ik ook. Als, je, als, je, als dat voor jou iets heiligs is. En ik ben nog nooit bij een show van jou geweest. En ik denk dat dat komt door deze scène. Ja. Dat ik toen dacht. Ik heb ook heel veel grappen van je gezien waar ik wel heel hard om moet lachen. Ja. En toen dacht ik: ik ga niet uh, betalen om het te laten kwetsen. Nee, maar dat, dat, dat hoeft ook helemaal niet zo. Dat, dat, uh... Maar ja, ik las ook dat jij, dat jij vroeger ook shows Van Joep van het Hek. Die kende ik uit mijn hoofd. Opnam en dat je dan de vloeken eruit ja, knipte, ja. zodat je er daarna relaxed naar kon ja, luisteren. Ja, dat is echt gebeurd. Ja, ongelooflijk. Ja, dus jij bent ook wel een. Jij bent ook wel een rare Thijs. <laughs> jij bent ook een rare. Maar nee, ja, uh, ik snap het helemaal. Maar wil je mij kwetsen, of, niet? Of, of christenen die aan jouw zaal zitten? Is dat een doel? Nee. Nee, wil je, maar wat, wat wil je wel met Stel dat ik er zou zitten. Wat wil je dat het met mij me nou Ja, wat ik, wat ik zei is eigenlijk wat ik wil, is, is, is aantonen hoe tof het is. Dat, dat uh, ja, even een voorbeeld laten zien van hoe ver je kan gaan zonder dat ik word vermoord of dood wordt gemaakt. Of dat was toen natuurlijk ook allemaal in die tijd dat, dat uh, Theo van Gogh nee, ja. is, is, is vermoord, weet je wel? Dus het was ook even aantonen van, hé. Hey, zo doen we dat hier. Ja, een goed voorbeeld geven eigenlijk van hoe wij dat in het Westen doen.